wat is er zo leuk aan fotografie? Ja, wat is er zo leuk aan? Ja, kijk maar. Hoe mooi dat je mensen erop kunt zetten. Dit is Maasduinen Centraal. Nou, we zijn hier om het vijfde jubileumjaar, moet ik zeggen, te vieren. We zijn met de fotoclub in 2015 begonnen. En we hebben weer iets moois neergezet. Dit is de derde keer dat we exposeren. En dit jaar is het jubileumjaar. Dus aankomend jaar gaan we heel veel leuke dingen organiseren en doen. En lol hebben met elkaar. Wat is er leuk aan fotografie? Het is het vastleggen van momenten die je ziet. Vastleggen van beleving. Maar ook dat je zeg, een soort... Ja, hoe moet je dat omschrijven? Dat je kunst maakt en dat zeg maar, met anderen kunt delen. Ik denk dat dat wel een beetje de elementen zijn die het zo leuk maken. En bij ons bij Welgefocust draait het om drie pijlers eigenlijk. De persoonlijke creatieve groei. Het plezier wat we met elkaar hebben en het samen zijn. En de creativiteit. Fotografie is dat je iets leuks op de plaat kunt zetten en dat het een herinnering is. Ja, en alles wat je ziet kun je in beeld brengen en ook overdragen aan andere mensen natuurlijk. We zijn afgelopen jaar voor het eerst het anders gaan doen, omdat de groep begon te groeien en mensen toch wel last kregen om met meerdere mensen tegelijk af te stemmen. Dus we hebben eigenlijk gezegd van hoe kunnen we de groep nou opdelen en wat is de gemeenschappelijke deler? En dan blijkt dat je het op kon delen in natuur, dieren en portret. Dat is het afgelopen jaar eigenlijk geweest. Voor mij, ik doe dan vooral natuurfotografie. Het buiten zijn, de beleving van de natuur om je heen. En om die dan mooi vast te kunnen leggen, dat vind ik wel, wel de grootste passie in de fotografie voor mij. Maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik had dit jaar eigenlijk willen gaan voor streetfotografie en een stukje portret erin. Maar ik ben uiteindelijk coach geworden van het Wildlife Focusgroep. En heb met name me bezig gehouden met dierenfotografie. Wat ik dan wel weer leuk vond, is dan te spelen met bewegende dieren. In hoeverre je dat kon vastleggen en hoe je daarmee kon spelen. Zeg. Ik ben heel trots. Ik ben een blij mens. Ik heb echt hele leuke mensen om me heen op dit moment. En we mogen als fotoclub echt blij zijn met elkaar. En we zijn ook echt wel wat van plan om dingen te gaan veranderen, te professionaliseren. En het nog beter voor elkaar te maken, zodat het jubileum, de Jubileum Expo van volgend jaar, dan echt ook uit kunnen pakken. Als mensen meer willen weten over de club, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze informatie opvragen sowieso bij een van onze clubleden. En als je ons wilt joinen, please, doe. Geef jezelf op als jij het idee hebt dat jij creatief bent, dat je iets met fotografie wil doen, iets meer wil leren van je camera, photoshoppen of wat dan ook. Kom bij Welgefocust. Hele gezellige club mensen. Proost op het nieuwe jaar. Meer nieuws uit eigen regio? Download onze gratis app maasduinencentraal.nl.